Twee dagen nadat ze er van de gemeente weg moesten zijn, lijken de vele arbeidsmigranten uit dit voormalig hotel aan de Leenderweg ook echt te zijn vertrokken. Schoonmakers en klussers waren woensdag bezig om het pand weer geschikt te maken als hotel. Dat gaat 1 december weer open. Maar de meesten zijn denk ik toch wel weg, want ja, de auto's die bij ons op parkeerplaats komen staan van de Bloemenplein, die worden toch steeds minder. Mensen die niet meer buiten staan te roken, rustig, allemaal bewegingen voor de deur de afgelopen 3 dagen ervoor eigenlijk. En het viel op, ook op de vensterbankjes, dingetjes weg waren, dus het hotel is leeg. De arbeidsmigranten zorgden sinds hun komst eind vorig jaar voor flink wat overlast in de buurt. Toen ook nog eens bleek dat ze er onrechtmatig zaten, dwong de gemeente de huurder van het pand om de migranten er voor 15 november weg te halen, op straffen van een dwangsom. Ja, het heeft er alle schijn van dat de arbeidsmigranten die ruim een jaar in het pand hebben gezeten, inmiddels ook wel echt vertrokken zijn. Dat horen we niet alleen van omwonenden, die veel mensen hebben zien vertrekken de laatste weken, maar ook van de hotelmanager, die binnen hard bezig is om er weer een hotel van te maken. En of de overlast daarmee definitief verdwenen is, dat is natuurlijk nog maar even afwachten. De omwonenden hopen in ieder geval van wel. Als je dan ziet wat er allemaal leeg staat, en dan hier zo'n groot hotel op de Leenderweg, ja. Ik ben benieuwd of het wel zal lukken. Ik had eigenlijk altijd zoiets waarom is het weggegaan. Want ik heb natuurlijk altijd mensen in en uit zien komen, sportverenigingen, sportclubs uit andere landen. Dus voor mij was het altijd een beetje raar dat het weg was gegaan. Toch is niet iedereen in de buurt er gerust op dat de arbeidsmigranten definitief uit het pand weg zijn. Ook al is het vanaf 1 december weer een hotel. Daarvoor is het vertrouwen in hotelketen Amrad met zijn vorige dubieuze huurder nog te laag. We zullen zien wat het gaat brengen. Ja. Ik weet niet wat er hier binnen gaat komen. Dus, Ze hebben nog mensen nodig, zie ik. Ja. Niet voor u? Nee. Ik ben al gepensioneerd, dus ik ben mooi thuis.